Voor Family 7 in actie reis ik naar Zuid-Soedan. Als je zo'n kind ziet lijden, gewoon zo'n prik moet krijgen, de aders niet kunnen vinden, ja, dan moet ik wel eventjes even frisse lucht krijgen hoor. We hebben momenten gehad dat kinderen in de bomen klommen en de bladeren van de bomen aten. Emotioneert je, steeds weer zeker. Daarom komt Family 7 in actie voor de vluchtelingen in Zuid-Soedan.